Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Ik Doe Maar Wat Tycoon, de serie waar ik maar wat doe in Rollercoaster Tycoon 3. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wil je als eerste horen? Oh, ik ga even kijken wat je zegt. Oh, je denkt, Rick, boeien, zeg het dan maar, dit duurt te lang. Oké. Het goede nieuws is, we hebben meer dan 1000 bezoekers. Wauw. Vooral als je kijkt dat we nog maar een heel klein deel van het park hebben volgebouwd, kunnen we echt heel veel bezoekers krijgen uiteindelijk. En het slechte nieuws. Oh, Condoms 2 is net kapot gegaan. Wat erg. Weet je, dat is wel een beetje jammer, want het hele idee van condooms is toch echt, ja, beschermen tegen zwangerschappen en zo en SOA's. En als ze dan kapot gaan, dan gaat dat minder. Dan is die hele bescherming ook, hoe zeg je dat? Kapot! Zag die chick schrikken dan? Oh nee, het condoom is gescheurd. Dat hoort erbij, mevrouwtje. In jullie lieve comments had ik een kleine tip gelezen. En die wil ik eventjes bespreken, oké? De tip was namelijk als volgt. Je kan in de game signs plaatsen met mooie boodschappen erop. Ik zal het even demonstreren. Hier bijvoorbeeld. Dan zet je erop Rick is sexy. Dat kan met deze borden. Rick is sexy. En Rick en sexy met een hoofdletter natuurlijk. Zo, staat er Rick is sexy. Nou, dat kun je eens met die borden doen. Maar, naast zeggen dat ik sexy ben, hebben die borden nog een functie. I know, right? Wat zal het zijn? Dan pakken we dus nog zo'n bord. Nu even een ander bord. Zetten we erop. Andere mensen zijn ook sexy. Nee, dan druk je weer naar het intikken van de tekst. En dan klik je op het geheime vakje. Verboden toegang. Het bord heeft nu een hele aparte functie namelijk. Vanaf deze kant lopen mensen gewoon door het bord heen. Maar van deze kant, even kijken of ze mee willen werken. Dam, dam, dam. Wat? Deze gast breekt de regels. Vriend, no. Waarschijnlijk duurt het even voordat de verandering in werking gaat. Even een klein beetje doorsproeten. Die mensen bij het bord zijn. Schiet eens op, trut. Gwendoline, wat een rare naam. Wat een rare naam voor iemand genaamd Gwendoline. En Gwendoline komt naar het bord. Ze kijkt naar de regels en ze beseft zich dat het er niks boeit. What the fuck, Gwendoline? Ik heb het net nog getest en mensen gingen naar het bord toe en liepen terug. Ja, wat? Ja! Dankjewel! Hoe heet je? Wat is je naam? Wat is je naam? Wat is je naam? We volgen deze gast wel eventjes. Zijn naam is... Quinté! Quinté kijkt naar het bord en denkt, ah, kak! Oh nee, kut leven. Het handige is dus nu dat mensen wel via deze kant dan langs gaan, maar niet via deze kant terug. Nou ja, dat bord kun je dus ook voor de ingang zetten. Dan lopen mensen wel je park in, maar ze gaan er niet meer uit. Maar dan staat een fucking bord voor de in/uitgang met, hey, hier mag je niet heen. Dat kun je doen, dat was een tip van kijkers, van dan kun je oneindig veel gasten krijgen, dat is niet waar. Want op het moment dat er eenmaal een paar gasten in je park zitten die er niet meer uit kunnen, die worden doodsongelukkig. Verdomme, ik wandel een week in een pretpark. En die mensen gaan dan zeiken en dan gaat je rating naar 0 uiteindelijk. Dan is je park 0 waard en dan gaat niemand meer naar je park toe. En dan houdt de pret op. Dus ik denk dat ik het bord wel hier laat staan. Want handig is, als mensen nu hier langs gaan, dan moeten ze helemaal zo lopen. Wow. Misschien krijg ik later een bericht van, gasten kunnen de uitgang niet vinden. Als mijn rating dan om onverwachte redenen alsnog omlaag gaat, haal ik dat bord wel weg. Maar dit is wel een slimme manier om mensen heel lang in het park te houden. Als ze heel lang in het park zijn, heb je ook meer gasten. Lijkt mij. Voor de rest gaan we deze aflevering wat bouwen. We gaan eerst even een condoompje van deze mensen kapot maken. Wow, verdomme. Zo voel ik me ook tijdens mijn condooms kapot gaan. Mijn beste Arlene C. Arlene komt haar met een C. Zo ben jij wel. Die persoon kijkt nog steeds van waar de fuck is mijn ballon. Waar de fuck is mijn ballon? Iedereen is boos. Want een of andere onzichtbare godpersoon maakt alle ballonnen kapot. Met de kleuren van Serpent Gameplay. Yeah. Oké. Speciaal voor deze aflevering heb ik een leuk onderwerp mee. Leuk iets om te bouwen. Oh Rick, wat gaan we bouwen? Schaamteloze zelfpromotie. Oh yeah. We hebben in de game namelijk twee soorten t-shirt kraampjes. Je hebt de nieuwe t-shirts. En je hebt nog een soort t-shirt kraam. Misschien heb je zelfs drie soorten t-shirt kraam. Je hebt hier de gestreepte t-shirts. Zo. En dan noemen ze allebei iets van Serpent Gameplay t-shirts. Dit is echt geniale zelfpromotie hoor. Serpent Gameplay T-shirts. Hip. Zo, en dat is de ene naam dan. En dan noemen we deze Serpent Gameplay T-shirts. Serpent Gameplay T-shirts. En dan wil ik dat 1 veranderen in 69. Dat is wel toepasselijk. Zo.
Serpent Gameplay t-shirts 69. Met de prijzen ga ik verder niet kloten. Want ik wil me niet dat mensen gestreepte t-shirts kopen. Nou, dan denk je, is dit het nou? Is dit een schaamteloze zelfpromotie? Nee, was dat maar zo. Ik ga nu billboards toevoegen met plaatjes die ik net speciaal voor deze aflevering ingeladen heb. Mwahaha. Nee, is wel een beetje een leuke interactie. Toch een beetje Serpent Gameplay sfeertje. Even kijken hoor. Dan gaan we naar scenery, billboards, custom images. Gaan we even heel lang bladeren. Desktop, rollercoaster tycoon plaatjes. Ik heb namelijk ooit een soort reclameblokje gehad in mijn video's van wow, ik koop nu 2 voor de prijs van 2. Dat deed me grappig om die, zeg maar, boven de t-shirtkraam te hangen. Zet die zo goed om? Nee, andere kant op. Zo. Tada! Goedgekeurd door Rick. Tom trouwt met mij nu 2 voor de prijs van 2. Op is op, de zaak is een heel klein ronde. Niemand koopt die troep. Dat leek me leuk. En heb ik zelf nog 2 andere dingetjes meegenomen om ernaast te zetten. Als het lukt. Waarschijnlijk lukt het niet. Oh, dat kan er wel daar. Nee, daar kan het niet. Balen. Maar oh, daar kan het wel. Daar heb ik eentje. Dat is een Serpent Gameplay dingetje. En zo, zo. Hier zo eentje. Zo, bam. Nou, kijk. Als dit niet de beste t-shirt reclame ooit is, weet ik het ook niet meer. Wat mooi. Wat mooi. En dit is ook mooi. Misschien moet ik ook nog even hier 2 t-shirt kraampjes onder zetten. Anders is het ook zo leeg. Of iets anders leuks. Serpent Gameplay ballonnetjes. Gewoon nog een keer. De vraag is hoeveel t-shirt kraampjes zijn er in de game. Kunnen we ook nog zonnebrandmelk kramen verkopen? Oké, okay, wat verkopen we hier? Zonnebrillen. Oké, okay, noem ik deze swag. Of swagger. Swagger. Deze kraam verkoopt pure swagger. Misschien moet ik de kraam pure swagger noemen. Pure swagger. Oké, okay, wat verkopen we in het andere kraampje? Nou, we toch bezig zijn met een halve markt voor de bielen openen. Nou, het is het geheime product. Donut. En die geef ik de hele tactische waarheidsvertrouwen naam. Brood met een gaatje erin. Want dat is wat donuts zijn, soort van. Het is gewoon brood met een gaatje erin. En om een of andere reden is het veel lekkerder dan brood. Het hele coole aan die donutkraam is dat er maar een donut op zit. Maar dat zie je helemaal niet. Want ik ben fucking reclame aan het maken voor mijn kut t-shirts. Oké, dan. Nou, dat deel is gedaan. Dan kunnen we nu verder met de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Oh, maar die dingen zijn er helemaal. Er is helemaal niks belangrijk in het leven. Woehoe! Ik kan nog even je schouw door de lijst heen met werknemers van mijn park. Ik heb nog even je schouw wat YouTubers vernoemd en andere troep. Anaal, Cinemates, de moeder. Doe maar een schoonmaker. Dus David Games, een of ander klein kanaal. Ook belangrijk, een of andere pol. Ja, wie is anders een schoonmaker? Game meneer, Georgio, Kids React to schoonmaken. Kabouter Klus, favoriete YouTuber van mij persoonlijk. Kanaal, PewDiePie, Smosh, Smosh Games, Thomas, Tumblr, ook een YouTuber. Tyler Oakley, Eva Music, dus David, Enzo Knol, Gerepareerd TV, Mina Knol, Virtue Katinka, Koopblokken, Anna Beekjes, Banyotan, Bardo, en Emma Watson, Katrien, Dirk, Patricia Pipe, Patrick, Bart, Sasha Gray, Ayori. Nou, dat is iedereen eigenlijk. Hier wilde ik deze aflevering een super interessant Wild Westen thema introduceren. De remmen van de natte stamcellen deden het niet. Dat is balen, dat is gewoon balen. Oké, okay. We gaan het nu voor alle thema's uitzetten behalve het Wilde Westen. En geloof me, dames en heren, dat Westen was wild. Oké, okay, we doen stijger in de stier 1. Zo noem ik mijn vriendin altijd. Dat is niet waar. Toch wel. Misschien. Wat ben ik mysterieus vandaag. Oeh, hier besluit je ook automatisch de spannende prairie-achtige troep rijpad in te stellen. Yeah. Zoiets. Is dat wel mooi? Dit is toch wel mooi? Dit is maar zo'n stier, zo'n mechanische stier waar je op kan rijden. Dat is lachen. Dat is Wild Westen. Oké, okay, wacht. Ik noem deze attractie de stijger in de nier. Transplantatie. Woe! Geen muziek? Zeker wel, we gaan een lekker Westen nummertje uitkiezen. Welk nummer heeft een naam alsof het met het Westen te maken heeft? Savannah? Is dat Westen? Weet ik veel. Kies een soort muziek, anders. Wat is dit nou weer dan? Kindermuziek? Country. Nieuwe muziek? Oh, dan moet ik mijn eigen muziek toevoegen, dat wil ik helemaal niet. Ik hoor de muziek niet zo goed. Nou, dit is Wild Westen genoeg joh. Ik hoor niks. Zit wel goed. Hartstikke gezellig hier. Wat gaan we nu doen? Ik kan trouwens wel de game op 3 keer snel uitzetten. Eerst had ik nog namelijk die dieren. Die als een gek aan het fucken waren. Maar ik heb even alle mannetjes dieren verwijderd. Zodat het lekker normaal en rustig gaat daar bij die dieren. Dus ja. Dat je even denkt van waarom is er geen spam meer? Ik heb alle mannetjes, de bevruchters heb ik allemaal doodgemaakt. Eigenlijk heb ik ze verkocht. Maar ook doodgemaakt. Deze attractie doet goed. We hebben meer Wild Westen shit nodig. Ik wil ook graag mijn park een beetje indelen met van die uithangbordjes, dat mensen weten waar ze heen gaan. Ik had namelijk al een comment die precies de vinger op de zere plek legde. Die zei, Rick, waarom heb je het Wilde Westen in het oosten gebouwd? Wat een hele goede vraag is. Ervan uitgaan dat hier het noorden is, is het Wilde Westen inderdaad in het oosten. Dus het leek me wel toepasselijk om op die comment in te gaan.
en een bordje te plaatsen met... Dam, dam, dam. Niet uithangsbord, dat is ook een leuke naam natuurlijk. En zetten we daar op het Wilde Oosten. Het Wilde Oosten. Dat is toch grappig, hè? Dat is toch grappig, hè? Zo, het Wilde Oosten, het is nu officieel. Nou, hier hebben we in ieder geval één attractie met een veel te drukke rij nu al. Laten we meer dingen bouwen, zoals een lasso. Hi-ha! Of niet, weet je. Je kan ook gewoon minder enthousiast zijn over een lasso dan ik. Dat mag. Oké, nou. Zo'n beetje zand. Dat heb je gewoon altijd in het Wilde Westen. Al het zand in je vagina. Erg balen. Oh nee, ik wil geen toekomstrijpad. Wat denk je wel niet van mij? Oké, zo. Ziet hartstikke mooi uit. Lasso, die noemen we. Kleine jongetjes en meisjes vastbinden in je kelder. Het is ook erg waarheidsgetrouw. We hebben allemaal wel eens een klein jongetje of meisje vastgebonden in onze kelder. Voor een reden. Ook fijn dat ze mijn park meest betrouwbaar noemen terwijl ik attracties heb gebaseerd op jongens en meisjes vastbinden in je kelder. Woe! Voor de rest zit ik een beetje met deze attractie, want ga ik met het rijpad doen. Wacht. Een expansion pack wordt opgeroepen. Zo, een stukje langer. Net als mijn penis. Wegens succes verlengd. Een penisgrapje. Wegens succes verlengd. Zeggen ze vaak bij shows of zo. Van, wegens succes gaat de show in plaats van een jaar, twee jaar lang optreden. Nou ja, mijn penis was dus zo goed. Zijn er, maar maak hem gewoon nog een meter langer. Dat kan gewoon. Wat voor wildwesten troep gaan we bouwen? Robot Indianen boogschutter. Of gewoon een drijvend vat. Oh my god, die dingen drijven in de grond. What the fuck? Hier zet een vastgebonden paard neer. Want wie houdt er nou... Oh, bij de vastgebonden kinderen zet een vastgebonden paard. Erg thema. Als dit geen thema is... Waarom is het geen thema? Dit is wel stom. We kunnen beter hem... Zeg maar... fuck jouw paard. Hier neerzetten of zo. Dat echt nog een stukje omheen gaat. Zo, ja. Classic. Rick breekt door op het internet en heeft daadwerkelijk fans. Is gerepareerd. Wow, ik breek door op het internet en heb daadwerkelijk fans. Wat een mond vol. That's what she said. Oké, we hebben die gast weer, dat paard. Robot vastgebonden paard. Oh my god. Kijk, dat vastgebonden paard vastgebonden zijn dan. Met allemaal vliegjes bij zijn stront. Yeah, detail. Woe, misschien. Oeh, we zitten al bijna op 1200 gasten. Ik ga hard. Ik ga lekker. En we doen het allemaal. Oké, laten we dit ook even gratis doen. Al mijn attracties zijn gratis. Yes. Waarom zou je verwachte inkomsten willen per uur? Waarom zou je niet gewoon... verlies willen maken. Verwachte inkomsten 0 euro per uur. Hoe hebben ze dat berekend? Het is gratis, Rick. Oh ja, oh ja. Oké, wat gaan we nog meer bouwen in het Wilde Oosten? Oh my god, een mijnvalattractie. Ik heb nu heel erg de zin om een Bee Gees referentie te maken die niemand snapt. Maar, enig probleem daarvan is dat ik een Bee Gees referentie maak die niemand snapt. De Bee Gees, dat is hele oude muziek. Voor mij is Staying Alive van de Bee Gees, maar dat weet ik niet zeker. Zo'n hardcore fan ben ik nou ook weer niet. Maar de Bee Gees hebben een heel chill nummer, dat heet New York Mining Disaster en dan een jaartal. Misschien ken je het, anders moet je het even opzoeken. Ik wil dus de attractie zo noemen. Normaal gesproken ben ik van piemel dit, piemel dat. Maar nu wil ik gewoon legit een keer een nummertje vernoemen naar de Bee Gees. Vind ik leuk. Oké, eerst even een leuke Tribal Wild. Whatever. Geen idee wat Wild West is. Klinkt redelijk westelijk. Ik hoor me niks. Ik verkocht. Ik ga even gauw de game opslaan. Want heel vaak als ik uit het venster ga, dan crasht de game. Dat willen we ook weer niet natuurlijk. Zo. Even kijken hoe het liedje heet van de Bee Gees. Bee Gees. New York. Mine is 1941. Dat dacht ik al. Dan noemen we hem zo. New York Mining Disaster 1941 van de Bee Gees. Nu hoop ik dat jullie allemaal eventjes deze video verkleinen, YouTube openen, dat nummer opzetten en dan heel zachtjes op de achtergrond en dan zing ik mee, oké? Probeer het even te timen met mijn stem terwijl ik helemaal uit de maat zing. Wham, 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 in the event of something happening to me. Is dat niet later een nummer? Zou het allemaal kunnen. There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Miss Jo... Ik kan echt niet zingen eigenlijk, hè? Nee. In die... Ik stop al. Het is een lekker nummer! Net als jij, kijker. Jij bent ook lekker. Ik denk dat dit rijpad een beetje kort is voor deze attractie, maar het begint wel lekker wildwestig ingedeeld te worden. Dit is TNT Werveling. Laat ik die heel flauw TNT-blokje noemen. Dus haakjes Minecraft. For the views. Geen muziek? Oké, dan. Dan doe het toch geen muziek? Ga ik echt niet moeilijk over doen? Oké, toch wel. Toch weer die savanna. Het is gewoon mooi. Nee, ik wil geen...
Fucking, ik wil niet zeggen welk genre het is. Boeit me niks. Oké dan, hartstikke mooi. Ik ben helemaal tevreden. TNT blokje Minecraft. Oké, dan moet ik even hier wat troep plaatsen, zodat mensen denken dat ze in de woestijn zijn. Want ik weet wel wat leuks. Hier een robot lassowerper, natuurlijk. Waar anders? En hier nog één. En dan zetten we er tussenin een van een kraampje waar we poep verkopen. Heksenhoede is net kapot gegaan. Weet je nog? Want had je heksenhoede? En dacht ik noem heksenhoede. Dat is grappig. Nee, dat is echt totaal niet grappig. Limonade! Koop uw verse limonade! Ik noem verse limonade. Dat is echt de meest flauwe naam. 24. Dat is echt de meest flauwe naam voor een limonadekraam. Dat rijmt. Flauwe naam voor een limonadekraam. Yeah. Ik heb geen dorst. Nou man. Goed voor jou. Woe. Weet je wat? We gaan de video zo beëindigen. Maar eerst. Om het Wilde Westen gedeelte compleet te maken. Doe ik wat Wild West prullenbakken. Die ik heb. Stierschedel vuilnisbak. Vooral omdat hier drinken en eten genuttigd zal worden. Zal er ook best veel vuil ontstaan. En als ik iets haat. Is het vuil. En kinderen. Die niet in mijn kelder zitten. Oh yeah. Oké dan, ja, het is wel gezellig hier. Vooral bij dit paard. Hoe gaat het paard? Ja, ik ben een beetje eenzaam. Ik heb alleen maar deze robotvliegjes. Hoe de fuck maak je robotvliegjes? Dat is toch allemaal, dat zie je toch? Hoe werkt dat? Geen idee. Ik heb geen idee. Lieve dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Ik Doe Maar Wat Tycoon. De vorige afleveringen waren redelijk mega goed bekeken. Dus ja, zet dat door, weet je. Misschien... voor deze aflevering ook wel redelijk mega goed bekeken. En weet je wat ik dan doe? Dan kom ik gewoon weer terug met meer van die kutfilmpjes van deze game. Precies! Nee, ik ga wel mijn best doen, weet je. Ik ga toch even kijken van, hey, misschien kan ik nog een keer zo'n leuke video maken. Gewoon geregeld. Geen één per week. Misschien twee per week. Want weet je, dit park is fucking groot. Ik wil alles ooit nog volbouwen. Ik heb een droom. Ik heb een droom waarin jongens en meisjes vastgebonden worden in mijn kelder. En die droom kunnen jullie misschien helpen realiseren. Voor de rest ben ik even een beetje bezig met ruimte creëren. Ik vind het altijd lelijk als mensen... Weet je, ik wil toch een beetje openheid in mijn park. Openheid. Sereniteit. Weet ik. Allemaal dure woorden. Hoppakee. Dan kan ik heel mooi vanaf hier zo een pad aanleggen. Zo woe. En dan zo woe. En dan wow. Je kan dingen. Ziet er wel gezellig uit toch? Dit Wilde Westen hoekje. Ik zou er willen wonen. Voor een euro of vijf. Weet ik veel. Dan ga je even kijken. Hopelijk vond je deze aflevering leuk. Of niet. Ja, dat kan ook. Hoop ik. Ik hoop dat je ook gewoon een eigen mening kan vormen. Dan ga je even kijken. Tot de volgende aflevering van Ik Doe Maar Wat Tycoon. En dan kom ik binnenkort gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van Ik Doe Maar Wat Tycoon. Tot de volgende aflevering. Doei!